Voordat jullie gaan rijden, willen wij je de werking van de oldtimer uitleggen. Aan de sleutelhanger zitten de sleutels van de oldtimer. De sleutel van het contact heeft een gele tie wrap. De andere sleutels zijn van de deuren om de oldtimer af te sluiten. De sleutels zijn asymmetrisch, dus passen maar op één manier in de sloten. We beginnen eerst aan de buitenzijde van de bus. De schuifdeur gaat open door middel van de deurhendel naar beneden te duwen en dan rustig te openen tot het eind. Hier tref je de achterbanken aan. Als je de schuifdeur weer gaat afsluiten, dan de deurhendel even van boven naar beneden doen om de deur te ontgrendelen. Je zet je handen op de zijkant van de deur en dan schuif je de deur met lichte kracht dicht. In verband met de veiligheid altijd de deur vanaf buiten openen en sluiten. Als je plaatsneemt achter het stuur, dan heeft de bestuurder en passagier beide een driepuntsgordel. Op het dashboard zie je allerlei knopjes en hendeltjes. Links van het stuur, op het dashboard, zit de knop voor de verlichting. Deze trek je naar je toe. Vergeet hem niet uit te zetten als je de auto verlaat. Rechts van het stuur, op het dashboard, zit de knop voor de gevarenlichten. Onder de radio zit een zwart handvat. Dit is de handrem. Deze naar je toe trekken, dan staat de handrem erop. Om de handrem te ontgrendelen, draait u de hendel een kwartslag naar rechts en dan volledig naar voren. Vergeet nooit de handrem eraf te halen als je weer gaat rijden. Op het dashboard rechts van het stuur zit de verwarming en koeling. De twee rode hendels naar beneden is warme lucht en de blauwe naar beneden is koele lucht. Het schakelen. De bus heeft 4 versnellingen en schakelt zoals je wellicht ook met de hedendaagse auto gewend bent. Trap de koppeling in en probeer rustig te schakelen. De eerste en tweede versnelling zitten links tegenover elkaar. De derde en vierde versnelling zitten rechts tegenover elkaar. De vierde versnelling gebruiken we alleen boven de 60 km per uur. De achterruit werkt door middel van de versnelling in zijn vrij te zetten, middenstand, en vervolgens de versnellingspook naar beneden te drukken en dan linksachter naar de tweede versnelling te trekken. Als je de contactsleutel in het contactslot doet, trap dan altijd het koppelingspedaal in. De contactsleutel kan maar op één manier in het contactslot om de auto te starten. Het handvat van de sleutel heeft een brede en smalle kant. De smalle kant moet naar de bestuurdersdeur wijzen. Als u de sleutel dan een kwartslag draait, gaan er in de linkerklok op het dashboard 2 lampjes rood branden. Dit zijn het accu en het olielampje. Als je de sleutel doordraait en een beetje gas geeft, dan start de bus. De 2 rode lampjes gaan dan uit. Mochten ze dan nog even iets blijven branden, geef dan iets meer gas en dan gaan ze uit. Bij een warme oldtimer moet je het gaspedaal volledig intrappen totdat de motor loopt. Mocht één van de 2 lampjes gaan branden, stop dan direct en bel het pechnummer. De benzinemeter functioneert uit ervaring niet altijd even betrouwbaar. Rijd daarom op de kilometers. Wij adviseren om altijd bij 200 gereden kilometers te tanken. De auto wordt altijd volgetankt meegegeven. De tankdop zit aan de rechterkant van de bus. De tankdop kan zonder sleutel verwijderd worden. Vergeet de tankdop niet weer erop te zetten na het tanken. Het kampeergedeelte. Als je op de plaats van bestemming bent gekomen om te gaan kamperen, dan kun je de camper aansluiten op 220 volt. De kabel welke in de camper ligt, heeft een campingstekker en een losse adapter om te zetten naar een normale 220 volt stekker. Dit hangt namelijk van de camping af waar je gaat kamperen. Aan de zijkant van de bestuurderskant zit de stekkeraansluiting. Kijk goed dat je hem er goed in drukt. Het hefdak omhoog doen. Achter de voorstoelen, tegen het dak, zit een zwarte knop. Trek deze knop naar je toe en dan is het dak ontgrendeld. Dan met 2 handen het dak een groot deel omhoog duwen, dan de horizontale buis overpakken en met 2 handen omhoog drukken. Het dak vergrendelt dan. Het bed in het hefdak kan je openklappen als je dat gaat gebruiken. Tip: gebruik dat alleen als je gaat slapen, want dan houd je voldoende loopruimte. De slaapbank beneden kan je uitklappen. Onder de rand van de bank zit een uitsparing welke je moet indrukken om het bed te kunnen uitklappen. Er moeten dan geen spullen meer tegen de achterkant van de bank liggen. Verwijder eerst het tafeltje welke in de camper staat. Onder de slaapbank ligt de luifel en andere accessoires. Het keukenblokdeksel kun je openklappen. Daar vind je de 2-pits kookplaat, kraan en aanrecht.
De gasfles moet altijd uitstaan als je gaat rijden. De kastjes gaan allemaal open door middel van het knopje in het handvat in te drukken. Onder het rechterkastje staat de gasfles en de watertank. Vul deze tank met leidingwater, maar gebruik hem niet om te drinken, mits het gekookt is voor bijvoorbeeld koffie of thee. De losse koelbox kun je het beste op de camping op de 220 volt aansluiting plaatsen. Dan koelt hij het beste. De luifel kan je in de rail schuiven die boven op het dak van de bus zit. De tentstokken uitzetten en de stokken met scheerlijnen en haringen vastzetten in de grond. Als het gaat waaien, haal de luifel er dan vanaf. De gordijntjes in de bus kunnen allemaal dicht voor de nacht. Laat op een warme dag of een lange rit de auto nog 1 minuut stationair lopen om de motor af te koelen. Mocht je toch nog vragen hebben over de werking van de auto, neem dan contact met ons op. Veel plezier en maak er een mooi avontuur van!